nummer 1, Richard Strijker. Nummer 4, Ide den Dulk. 6, Lucas Nagel. 10, Jan Ras. 11, Lucas Schraal. 12, Ide Nentjes. 16, Lucas Tol. 17, en de captain vanmiddag, Rikkel Jan Brands. 18, Johannes Schrijver. 19, Klaas Ronkes. En 20, Rikkel Nentjes. De wisselspelers vandaag zijn bij Urk. Nummer 21, de wisseldoelman, Auker kapitein. Nummer 3, Rick de Boer. 14, Pieter Brands. 26, Andreas Knolle. En 99, Hessel Sloek. Het elftal van Urk staat onder leiding van de hoofdtrainer Gert-Jan Kasten. De wedstrijd van vandaag staat onder leiding van de heer Baarhuis. En hij wordt geassisteerd door de heren Zwalen en Linders. De wedstrijdsponsor vandaag is adviseurs- en accountantsbureau Wim. De bal waarmee deze wedstrijd gespeeld wordt is aangeboden door Visser. En de mascottesponsor is Urk Export. Onze pupil van de week is vanmiddag Pieter Hoekman. De 9-jarige Pieter Hoekman speelt in het elftal van Lummy en Lummy Kinderboutique van onze eigen divisie. Hij speelt daar als rechtse vleugelverdediger. Zijn beste vriend is Kees Pot. En naast zijn voetbal natuurlijk zijn zijn hobby's tennis en karpertoeren met zijn vader. Zijn favoriete club is Manchester United, waar zijn favoriete speler ook speelt, Cristiano Ronaldo. En bij Urk is Lessen Snoep zijn favoriete speler. Pieter Hoekman voorspelt dat vanmiddag SV Urk wint met 4-1 van Harkemaarse Boys. Ik wens u allen een hele fijne en prettige middag bij de wedstrijd SV Urk tegen Harkemaarse Boys. Wedstrijdsponsor van vandaag is Flint Adviseurs en Accountants. Flint levert een relevante bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving. Zij stimuleren en faciliteren daarom medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor het goede doel. Dit doen ze door het delen van kennis en het inzetten voor een beter ondernemersklimaat. Flint Adviseurs en Accountants. Balsponsor van vandaag is Visser Seafood. Visser Seafood is een moderne leverancier van verse Noord-Atlantische visproducten en is gespecialiseerd in de productie van zalm. Met onze nieuwe fabriek voldoen we aan de allerhoogste eisen op het gebied van voedselveiligheid en zijn we in staat wereldwijd klanten te bedienen met eerste klas kwaliteitsvis. Balsponsor van vandaag is Urk Export. Urk Export verwerkt vis sinds 1963 en is daarmee het oudste bedrijf op het format.
dat toch? Hey.
Thank you.
in de 17e minuut komt Arco Masboys op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Margarita. Thank you.
Thank you.
Thank you.
gaat zij doen misschien dat hij dat. Ja. Thank you.
Thank you.
bekende Pieter Brons. Thank you.
even een stapje. Ja. Verlaat Ieder Den Dulk het veld. Hij wordt vervangen door Andreas Gnolle, speelt onder rugnummer 26.
Lascherboys komen in het veld. Stefan Deuling speelt onder de nummer 8. En Joris Adams onder nummer 14. Thank you.
Heerenvelde. Thank you.
Dennis Hoekstra. Dat is ook tevens de eindstand.
in de bus een beetje druk. Ik ben live. Hè? Nee, ik moet wachten, ik moet hier interview. Ja, dan... Ik ga er maar naast gaan. Zit Jan, de nabeschouwing van de wedstrijd Harkemas Verbooy tegen Harkemas Verbooy. 0 tegen 3. Heel veel balbezit. Veel mogelijkheden. En toch verliezen. Kan dat. Dat hun in de omschakeling heel gevaarlijk waren en dat deden ze goed. Dat deden wij minder goed. Ik denk dat de 2-0 gewoon onterecht gestraft op is. Ja. Goed, deze scheidsrechter kennen. Blij dat het meer kans hebben is. Nu wel een week of 10 wegblijven. Nou ja. Ook al zou het 1-0 geweest zijn. Ja, dan krijg je natuurlijk een ander spel. Laatst hadden we hier 1-1 gespeeld. En dan geef je veel te gaan. Dan krijg je de wacht in de 0-3. Zeker als je dan maar 5-6 zulke kansen mis of blij mee. Die hebben we gehad natuurlijk. Maar los daarvan, dan een belachelijke strafschop. Ja, hun waren veel slimmer dan ons. En wij hebben gewoon terecht verloren van een effectief Harkemaanse boys. Met een goede nummer 20 in de diepe loopacties. Ik wist ook dat die zouden komen, maar hadden er geen grip op. Of in mijn ogen niet onvoldoende. Aan de bal vond ik het voordering wat minder, naderen kon het wat beter worden. Ja, het gaat om doelpunten. En tegen Spartanijker vlogen ze bij wijze van spreken allemaal in. En vandaag de keeper van de tegenpartij was de uitblinker. En die werd gevierd op de middenstip door zijn medespelers. Nou, dat zegt alles. Ik wil het zeggen, want dat was ook de mogelijkheden die jullie kregen en kansen die jullie kregen. Stond hij constant in de weg. Dan toch even terug naar die hechte defensie. Wat ik miste, dat was de diepgaande man over de verdediging heen. Dus uit het middenveld om die 8 mensen, want ze stonden constant met 8 mensen voor de doel, om die te zetten. Klopt dat? Ja, want de verdediger moet je ook terug bewegen. En als je dan aanvallend, dan kom je niet altijd op tijd. Het is moeilijk tegen een compacte ploeg spelen. Dus het zegt ook veel dat tegenstanders zich hier gaan ingraven. En normaal als je zo'n selectie hebt en dan op het koudertje gaat loeren. Ik vond het wel meevallen. Uiteindelijk krijgen we in ieder geval 2 grote kansen. Eentje benutten ze. En wij krijgen er 3. En wij benutten er geen. En dan moet je nader een risico nemen. Op het moment dat 2-0 worden, word je noodzaakt om snel 1-1 te spelen. En de hoop dat je aansluiting maakt. Ja. Ik denk dat ze allemaal de kans hebben om het te maken. Gewoon er gewoon niet in. Want aan de inzet van de spelers de wacht niet aan. Ja, en dan even naar het vervolg kijken, want dan van woensdag spelen jullie een game met Van de Beker. En dan zaterdag erop alweer. Is dat een belasting die jullie aan kunnen op dit moment? Ja, ik denk dat we het wel doen. Dus we zagen afgelopen zaterdag dat de derde wedstrijd al minder was. Ja, en nu zullen we kijken hoe we deze week. Je lukt op eigenlijk gewisseld daarin dat ik al richting zaterdag nadenk. En dan richting woensdag Klaas Kramer keer terug. En die moet snel terug. We hebben vandaag Jelle en Dick bij tweede lang spelen om ritme op te doen. Jelle de Boer, dus de Moestraar, die heeft samen met de Tol bij om 23 gespeeld. Dus dan gaan we samen er gewoon weer. Kijk, dat is voor ons dit mooie ploegje. Hoe slecht het ook gaat, de ene wedstrijd, de andere wedstrijd, dus zijn ze weer. We moeten hier gaan winnen, wij zijn ook niet meer gewend verliezen. We spelen gewoon in een geweldige goede competitie en tegenstanders hebben het altijd goed van. Nou ja, vandaag bieden hun benutten de kans er wel bij niet. Hun terechte winnaar. Alleen zuur van de tegenkomen. Ik word in de fase dat ik denk dat we goed in de wedstrijd zitten. Aan drukken waren voor de kans voor de 1-1. En met 3-1 is een hele grote kans. Als je gewoon doorloopt in plaats van schieten, dan loopt weer de keeper erbij staan met lege doel. En dan krijg je ineens een onterechte strafschop tegen. Dat breekt wel de tijd. Maar overal vind ik dat hun die winnen. Slimmer gespeeld worden. Ja, en gebruik maken van de mogelijkheden. Je moet ze benutten. Hè. En aan het einde krijg je ook nog zoveel ruimte voor hetzelfde. Dan wordt het 0-6, zo je moet ook zijn. Ja, dat is gewoon alles. Nog even een vraagje voor aanstaande woensdag. Hoe belangrijk is het bekerprogramma? Ga je daar ook voor de volle 100% voor? Of zeg je van de competitie is voor mij toch belangrijk? Ik zou jou een geheim vertellen. Toen ik werd aangesteld bij Urk, ik bij de TC tegen mij. Wij vinden de beker eigenlijk belangrijker dan de competitie. We lopen 4 of 5 eindigen. Dat vinden we niet zo spannend, maar die beker dat levert zulke mooie avond op als we al een goede loting hebben. Toen hadden ze nog niet in de gaten of we kampioen konden worden, ik zelf misschien ook niet. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, dus dat hadden we ook niet willen missen. Maar dat geeft wel aan hoe deze club over de beker denkt. Dus wij gaan niet 200 kilometer in een bus, smiddags om 3 uur weg, s'avonds om 1 uur terug. Ik heb zelf een hotelkamer op Urk geregeld. Dat doen we allemaal niet om daar met een tweede keuze of met een half, we gaan er volle bak naartoe. Ondanks dat het laat is, ondanks dat het ver is, omdat het voor Urk is. Veel succes aanstaande woensdag, maar zeker ook in de competitie. En dan graag zien wij weer wat doelpunten die Urk zeker kan maken. Vandaag lukt dat helaas. Dankjewel, Zetjan. Oké, Jos.